club gaat zijn vijfde jaar onder Hugo Broos in met Robert Spechaar en Mario Stanic als belangrijkste aanwinsten. Ook Enzelo Lembi en Gunter Verjans zijn nieuw, terwijl Olivier de Kok en Erik Addo doorstromen uit de eigen jeugd. Weg zijn Peter Kreeve, Rudy Cossé, Claude Verspaye, Laszlo Distel, Dominique van Malen en in september ook René Eikelkamp. De club heeft zijn voorlopig laatste Europese kwartfinale gespeeld tegen Chelsea en de beker gewonnen. De ambitie is na drie jaar zonder weer een titel pakken. Anderlecht wint de Supercup, maar mist zijn start in de competitie. De club wint zijn eerste wedstrijd wel, een heruitgave van de bekerfinale tegen Germinal Ekeren. Achter de bal Lorenzo Stalen, zelfs met misschien zijn eerste goal van het nieuwe seizoen, is binnen. 0-1 voor Club Brugge. Daar is ruimte bij Vital Borkelmans. Stales. Die kan die bal aanpakken. Voorzetten ook nog. Stanic. Terugleggen tot bij Gert Klaassen. En daar is Borkelmans met links. Kappe goal. Vital Borkelmans. Na vijf speeldagen blijft Club in het spoor van revelatie Eendracht Aalst. De Bruggelingen halen een eerste keer zwaar uit tegen KV Mechelen. 6-0 met maar liefst vijf goals van Mario Stanic. 17 minuten van de rust zijn we. Vermand kan er niet bij. En daar Stanic die binnentikt. Robert Spechaar. Daar is Stanic weer. Mario Stanic met de 3-0 en het is niet te geloven. Spechaar in het centrum. Stanic ook. Daar komt die bal. Spechaar, Stanic, maakt die zijn derde van de avond. 4-0 voor Club Brugge. De voorzet, daar is Stanic opnieuw, alsjeblieft. Vermand. Van Aken, die kop terug tot bij Drouquet. Daar zit Stanic tussen. Het is zijn vijfde van de avond. Niet te geloven. 6-0. Vijf goals van deze man, Mario Stanic. Club verliest de topper in Anderlecht, maar pakt op de zevende speeldag toch de leidersplaats met 3-1 winst tegen Beveren. De bal komt voor, daar is Stanic met een schot en meteen al een doelpunt. Eerste kans van de wedstrijd, hoe kan het ook anders, 40 seconden gespeeld. Klaassen. Dat is mooi. Langs de lijn Gert Klaassen. Vindt Stanic en die legt terug tot bij Verjans. En dan ineens tot bij Gert Klaassen. Ruimte voor Club Brugge, dat hebben ze nog niet zoveel gehad in deze wedstrijd. Daar komt die bal en daar is Stanic opnieuw. Club dat rustig afwacht. Het kan het met die 2-0 voorsprong. En af en toe is er zo'n vlijmscherpe versnelling. Van der Elst met Vet. Daar is er weer zo eentje. Stanic. In het strafschopgebied. Die bal die wijkt af. Vermand via de paal binnen. En 3-0 voor Club Brugge. De Kroaten van Club hebben hun start niet gemist. In Harelbeke op de achtste speeldag scoren ze allebei. Snel genomen die vrije trap door Sanders. Maar onderschept door Borkelmans. Vermand. Van Hazenbroek mist hem. Stanic. Save van de Wilde, maar nu gaat hij erin. Mario Stanic. Direct met Vet. Vermand. Altijd staat een man helemaal alleen in het centrum. Knappe bal van Vermand voor Spechaar met zijn tweede mogelijkheid in deze wedstrijd. Het doelpunt. De andere Kroaat heeft ook zijn pot. Robert Spechaar. Club teert op een sterke defensie en trefzekerheid. Het kwakkelende Gent wordt zonder pardon opzij gezet. De Brul op rechts met Frank Douwe. Kjurven de Brul. De rechtsachter dus vandaag. En Enzelo Lembi speelt voor hem. En deze man, Gert Verheijen, achter de spitsen, achter Spechaar en achter Stanic. Frankie van der Elst, hij scoort op Lommel. Kan hij het nog eens proberen? Een laag schot. En dan Stanic. Scherpe hoek, maar toch binnen. Erg moeilijk, maar wel een doelpunt. Mario Stanic, de topschutter in de Belgische competitie. Zijn 12e. Stales. We hebben niet zoveel meer gezien in deze tweede helft. Weinig doelgevaar. Brugge dat Gent wat laat komen, maar het is moeilijk met 10 tegen 11. En nu Spechaar met 2-0. En daarmee is het helemaal gedaan. Robert Spechaar vrij in het centrum. En hij kon die bal naast Patrick de Man plaatsen. Einde oktober staan vier ploegen op een kluitje bovenaan. Club bedwingt Lierse op het Lisp. 2-2 wordt het. En houdt Anderlecht en het verrassende RWDM op 1 punt.
Een week later zijn RWDM en trainer René van der Rijken te gast in Jan Breydel. Vrije trap op een interessante plek met Stefan van der Heijden. Lemby klimt en scoort. En tussendoor ook nog koppen natuurlijk. En een vroeg doelpunt voor Club Brugge. Lemby. De Brul. Goeie ingreep van Nassen. Nu de voorzet van Lemby. Dat is Van der Heijden en dat is 2-0. Stefan van der Heijden. De Brul. Lemby. Opnieuw De Brul. Harde voorzet. Binnengetrapt door Gunter Verjans. 3-0. Club wordt herfstkampioen en raast vervolgens door de competitie. In de altijd lastige uitwedstrijd in Sint-Truiden buigt de ploeg een 2-0 achterstand om in 2-4 winst. Jean-Maria Beels klaar voor de eerste corner van Sint-Truiden. En we zijn een kwartier ver bij een 1-0 stand dus voor de thuisploeg. Daar is de corner laag, weggewerkt door Verjans, Nijs en dan Koenen. En die scoort 2-0. Erwin Koenen, aangever daar straks. En nu 2-0. Snel genomen hoekschop van der Heijden. De kopslag van Gert Verheijen. En het staat 2-1. Gert Verheijen brengt Club Brugge terug in de match. Vrijschop Stefan van der Heijden. Een match met nogal wat kansen, maar vooral met doelpunten dus. Daar is de vrijschop, een nieuwe kopbal. En nu is het Stalens die scoort. En het staat 2-2. Bijna 2 minuten gespeeld in de tweede helft. Club Brugge met een vrijschop en achter de bal Stefan van der Heijden. Over de muur, daar staat Verheijen en ingekopt door Mario Stanic. Nummer 15 van het seizoen. En Club Brugge staat 2-3 voor. Borkelmans van der Heijden trekt hem door naar Verheijen en hij krijgt hem meteen terug. Stefan van der Heijden. Daar komt de voorzet, daar komt Jurgen de Brul. En daar mist Mario Stanic. En Petersen ontzet, maar het is niet gedaan. Bal opnieuw voor Borkelmans. En opnieuw voor Van der Heijden. Daar komt de nieuwe voorzet, daar komt Stanic en die is 2-4. Scoren gaat makkelijk voor Club. In het regenboogstadion krijgt Waregem, de nummer laatste in de rangschikking, een pandoering. Gert Verheijen, 2-5. De sok helemaal afgestroopt tot op de enkel. De titelstrijd is midden februari al lange tijd vernauwd tot het klassieke duel met aartsrivaal Sporting Anderlecht. De topper op Olympia op de 24e speeldag is zinderend. Bloemen aangeboden vanwege Club Brugge door de voorzitter van Leidenkerk aan onze gouden schoen, Paul Ockhaus. Zetterberg intussen. Breed op Danny Boffin, de beelden gaat, maar constant gevolgd achterna gezeten door Pascal Renier. Vrienden in de nationale ploeg, vijanden hier en een fout van Ocon en Pirot wijst naar de penaltystip. Een fout van Ocon op Gilles de Bilde en strafschop voor Anderlecht. 12 minuten zijn we ver. Hier de beelden in duel met Pascal Renier er voorbij, daar gaat Ocon en zijn voet en hij heeft de beelden en een terechte penalty met achter de bal Gilles de Bilde en hij scoort 0-1 voor Anderlecht, 13e minuut van de match. De Brul, Vermand geen buitenspel, Stalens in het centrum, Lorenzo Stalens doelpunt, 1-1. 13e minuut na de rust en Olympia ontploft. 13 minuten nog, Stalens voor Stanic. Voorlopig niemand in het centrum. Wel steun van Van der Heijden. Stanic slalomt zich daar vrij. Bal voor zijn linker. Vermand, doelpunt. Sven Vermand. Het is 2-1. Kijk maar, de sfeer op Olympia. Dolle vreugde. Het lijkt wel staaien op Sint-Truiden en deze man Philippe de Wilde geklopt. En dit is het einde van de partij. Een daverend Olympia dat viert, dat feest viert omdat het heeft gewonnen van Anderlecht. De absolute topper. Anderlecht 2-1 verloren, Club 2-1 gewonnen.
En 5 punten voorsprong voor Club Brugge na een formidabele zondagnamiddagpartij hier. Brugge was baas, Anderlecht lange tijd in de achtervolging op die 2-1. Maar een verdiende zegen dus voor Club Brugge, 2-1 tegen Anderlecht. In de weken daarna loopt Club alleen maar verder uit. Op de Bosuil start een nieuwe reeks van 4 overwinningen zonder tegengoal. Vermand, Verheyen. Probeert weg te lopen bij Van Reti, dat lijkt te lukken. Stanic, Verheyen, Alastalens, inderdaad. En Fajikas staat voortdurend iedereen naar voren te jagen. Balverlies daar, Stanic draait en vertrekt. Spechar, als hij rustig blijft, dat doet hij. Robert Spechar, 0-2. Zo even gestoord door Vrians, Klaasens, Stanic. Smits, Stanic heeft de bal mee en gaat weg voor zijn 18e van het seizoen. Wordt gepakt door Van der Straten. En Jurissen tast in de zak. Dat ook nog. Rood voor Yves Van der Straten. En vermits ze al 3 keer vervangen hadden, moet er een veldspeler tussen de palen gaan staan. En dat is George Kulchar. Kulchar tegen Stalens. 0-3, meedogenloos. Einde maart is de titelstrijd gestreden. Anderlecht is hopeloos achterop geraakt en Club vernedert Standaard met 6-1. Vrije trap Brugge met Sven Vermand achter de bal. Dat is harder en dat is heel zuiver binnen, Sven Vermand. Met Vet, Verheyen, Lembi, Stalens, binnen! De kracht die Club Brugge in de tweede helft ontwikkelt begint stilaan legendarische of mythische vormen aan te nemen. Die kan hun nu nog tegenhouden op zoek naar een derde doelpunt. Goed tikje Stanic, daar komt Stalens, Vermand binnen, 3-1. Godaar klaar voor de corner met Van der Elst. Binnengekopt Lembi, 4-1. Klaasens, Recanio, Verheyen, geen buitenspel. Gert Verheyen rond Godaar, 5-1. Inderdaad, Gert Verheyen, die had nog niet gescoord. Snel genomen die vrije trap, met Vet Van der Elst. Klaasens, knap aangepakt, Gert Klaasens binnen, 6-1. De kelk moet leeg tot op de bodem, wat Standaard betreft dan. In de derby tegen Cercle verlengt Club een fraaie reeks tot 18 wedstrijden zonder nederlaag. Kurt Soenes. Lauwers. Davy Koreman. Soenes, goede combinatie bij Cercle Brugge. Beuken. Torma, Bernard Beuken. Die kan aanleggen, doet dat goed, dat is een doelpunt. Danny Verlinde verrast. Bal door de benen en het is Bernard Beuken, de verdediger van Cercle Brugge, die scoort. Van der Elst. Varians naar Medved. Op zijn rechterkant, op zijn vertrouwde rechterkant zal ik maar zeggen. Verheyen. Gert Verheyen zoekt de combinatie met Stanic. En dat is een strafschop. Sique die Stanic tegen de grond haalt. En Ancion geeft een strafschop. Lorenzo Stalens tegen Yves Fijs. Maakt Stalens zijn 12e van het seizoen. Fijs raakt hem nog, maar de bal gaat wel degelijk binnen. Een opluchting toch bij Hugo Broos. Verjans, Lembi. Verjans, daar is Club. Club dat aan de tweede helft begint zoals aan de eerste. Het zet Cercle vast op eigen helft. Stanic, ja, doelpunt. Het is niet Stanic, maar wel Spechar. Op de 31ste speeldag op 14 april 1996 kan Club tegen Lierse zijn 10e landstitel veiligstellen. En het zelfvertrouwen van Lierse lijkt te groeien met de minuten. Stalens, dan komt Verheyen, Gert Verheyen en Loos en nu Klaasens en binnen. 1-0 Club Brugge en het Jan Breidelstadion, zo moeten we het nu noemen, van het stadsbestuur van Club Brugge en de stad Brugge natuurlijk. Dat stadion ontploft, Hugo Broos van de bank, de titel komt dichterbij. Raf Pauwels. Goed werk van
Gert Verheijen, Spekkar vraagt. Gert Verheijen, daar is een voorzet, daar is Spekkar, rustig ingekopt. Robert Spekkar. En Rekdal die onder een streamend fluitconcert koel moet blijven. Shetil of Danny, Shetil Rekdal. Zijn zoveelste doelpunt van op het penaltypunt. Sennels, Snellers, eindsignaal. Club Brugge, kampioen. De 10e landstitel is binnen. De eerste landskampioen van de voetbaljaargang 95-96 in heel Europa is de kampioen van ons land en het is Club Brugge. Daar spuiten champagne met al dat volk rond Hugo Broos. En het publiek dat voorlopig zeer gedisciplineerd achter de omheining blijft, dat is mooi. Die van Brugge krijgen dus mogelijk hun ereronde. Sinds 88 al pakt Club Brugge de titel in de paar jaren, alleen in 94 liep dat fout. Dit is dus min of meer weer aanknopen met de traditie. En zo worden titels op hun mooist gevierd. Met spelers die een ereronde krijgen van hun trouwe publiek. Club beëindigt de competitie met een recordscore van 81 punten, 10 meer dan Sporting Anderlecht. De nummer 3, Germinal Ekre, ligt maar liefst 28 punten achterop. Mario Stanić is de Belgische topschutter. 20 van de 83 goals van Club heeft hij gemaakt. Ook de laatste uit bij Sporting Charleroi. Premier Jean-Luc Dehaene ontvangt de kampioenen op Hertoginnedal.